ik ben even ook bezig krokandel van eten klaar te maken. En het heeft er net gespoeld, dat wil je niet weten. En ja, het zou ook weer droog worden. En in die droge tijd ga ik even met de meisjes lopen. Ik moet vanavond lopen te collecteren voor Alzheimer. Hier is mijn identiteitsbewijs. Dus ja, ben ik ook blij mee. Dit werkt weer anders, ja. Een hele goede morgen, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds maandag, maar hoe laat? Ja, hoe laat? Weet 6 minuten voor. Het is 8 uur 51. Waarom ik er zo vroeg uit ben? Nou ja, ik krijg een andere huishoudelijk hulp en ik weet toch niet meer hoe laat ze komt. Dus ja, je kent het beter met te vroeg eruit te wezen dan te laat. Maar in ieder geval, welkom allemaal en ook onze Mitchell natuurlijk. Ik ben even ook bezig krokandel van eten klaar te maken. En het heeft er net gespoeld, dat wil je niet weten. En ja, het zou ook weer droog worden. En in die droge tijd ga ik even met de meisjes lopen. Dus ja, het komt allemaal goed. Maar ja, eerst moet even krokandel eten krijgen. Want anders heeft die niks. Ja, boven heeft hij nog droge brokken hoor. Nou, dan pak ik gewoon een boterhamzakje. En die maak ik open. Die zet ik neer op het aanrecht. Pak ik dat zakje, die is leeg. Doe ik hem erin. Vouw ik het helemaal op. En waarom? Nou ja, het gaat stinken anders in die bak. Dus ik doe het allemaal in zakjes van dat spul. En dan bind ik dat dicht met een knoopje erop. En dan gaat het in de vuilnisbak. Zo doe ik dat. Want ik heb één keer in mijn leven maden in die bak gehad. Dat wil je niet hebben. Nee. Dat wil je niet hebben. En dan pak ik klein beetje brokjes. Want meneer moet wel wat te doen hebben aan het kamer kouwen. Dan wordt hij me lui. Moet ook niet. En dan zet ik die weer weg. Zo'n vork. En dan hartplatsje. Even omroeren. En dan breng ik het even naar de hal. Zo, dan neem ik jullie ook even weer mee. Hé, hey, ja man. Hé, hey, ja man. Ja, is het zo? Nou, kerel, toch. Nou, krijg jij lekker eten, hè? Ja, mannetje. Hoppata. Nou, die smikkelt en smolt er lekker van. Zo. Nou, het wordt weer wat lichter. Het was er net aardig donker zo wat. En geen druppeltjes meer in de plas. Ja, van de boom af. Ik zal even op mijn... Even jullie weer goed zetten. Ik zal even op mijn mobiel kijken naar... buienradar. Ja, die bui is net voorbij. Zit in deze kant. En verder. Zie ik geen buien meer. Ja, een heel eind verderop. Weet ik veel hoe laat het dan is. Gaan we kijken. Komt er een klein piekje aan. Dat is pas na 10. Dus ja. We gaan er gewoon voor, zou ik zeggen. En dan komt alles wel goed.
zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen, maar geniet ook gewoon weer met ons mee. Ja, lieve vrienden, ben ik weer even. Ja, en nog steeds geen huishoudelijke hulp. Nee, meneer die de boel moet regelen, die maakt mij weer voor de zoveelste keer als leugenaar uit. Nou nee, hij liegt. Hij heeft duidelijk gezegd dat vandaag een vrouw zou komen en donderdag. Enkel voor vandaag was ik de tijd vergeten, maar ik weet pertinent zeker maandag. En donderdag, daar weet ik de tijd wel van, want hij wou dat eerst om 8:00 hebben, waar ik een uur bij weten te sprokkelen. Dus zou om 9:00 dan komen. En nou zegt hij ineens dat het morgen om 10:30 is. Nee, meneer, jij liegt. Jij maakt mij weer uit voor leugenaar op die manier. En ik ben niet een leugenaar. Jij bent een leugenaar. Ja, noem je naam niet. Maar je weet, als je al kijkt, weet je over wie ik het heb. Ik vind dit laag bij de grond. Jij kan geen afspraken maken. Jij bent niet een goede een om dit allemaal te moeten regelen voor het bedrijf. Nee. Misschien dat er voor jou meerdere zijn die het veel malen beter doen en ook veel liever zijn en aardiger zijn tegen de cliënten. Maar ik vind dit bullshit. Maar dit krijgt een staartje. Gegarandeerd. Ik ben zo boos. Je wilt niet weten. Maar in ieder geval, gedane zaken nemen nou geen keer. Ik heb mijn vlog naar YouTube gebracht al. Dus dat is goed. Ik moet vanavond lopen te collecteren voor Alzheimer. Hier is mijn identiteitsbewijs. Dus ja, ben ik ook blij mee. Dit werkt weer anders, ja. Normaal bij die andere stickers staat het erop dat mijn identiteitsbewijs ook gelijk is. En dat is bij deze weer niet. Maar het komt goed. Dus, maar ja, wat ga ik nou doen? Mijn oorbellen gaan eruit. En dat weten jullie denk ik wel. Ja, ik ga nog even een uiltje knappen. Want ik ben er echt beroerd van. Zo moe ben ik. Ik heb vannacht ook amper geslapen, want madame Rijka hield me uit mijn slaap. Ik sliep bijna, zal ik je vertellen. En dan komt ze naar boven en mijn schoppen in mijn rug. En dan ging ze weer zo liggen en dan weer kreeg ik een schop in mijn rug. Ja, hallo, ik wil slapen, weet je. Dus doe normaal, heeft ze me nog nooit geflikt, hoor. Dit was voor het eerst dat ze me dat flikte. En nu, ja... Zo niet leuk. Ik ben ook best boos geweest vannacht op haar. Ik zeg, nou help, ik zeg, je gaat slapen. Ik zit eronder, ik zit er niet meer onderuit. Wegwezen. Nou, dan ben ik uiteindelijk ook wel in slaap gevallen. Maar moet je niet kijken hoe laat het was. Juist, ja. Nou, dus daarom ga ik nou een uiltje knappen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Momenteel schijnt het zonnetje hier, maar ik denk ook dat we nog wel weer regen gaan krijgen. En ja, ik wil vanavond lopen te collecteren en dan zien we het wel weer. Ik hoef nog geen boodschappen te doen, niks. Dus ik ga lekker even naar mijn bedje toe. Dus ik zeg, lieve vrienden, tot straks. Zo, lieve vrienden, daar zijn we weer even. Ja, en eigenlijk moet ik me nou klaarmaken om te lopen voor het collecteren. Maar ik had ook eerst de hondjes uit moeten laten, mijn meisjes. Is nog niet gebeurd. Nee, want je wilt niet weten wat voor weer we hier hebben. Misschien bij jullie ook wel, ik weet niet. Maar ik bedoel, het ligt allemaal al aan, zelfs momenteel dat even. Nou, moet je eens kijken, wat een bagger weer. Dit is toch niet leuk? Nee, en er komt nog een hele hoge piek aan. Dus ik wacht nog maar even af, ja. Na die hoge piek wordt het wat minder. En dan hoop ik dat het ook droog gaat worden weer even. Dit is gewoon niet leuk meer. Nee, echt niet. En dan heb ik wel regenkleding, maar... Ja, je moet ook om die proformers denken als je bij de deuren langs gaat, hè? Ja, oké, dat het regent kan ik niks aan doen. En dat begrijpen de mensen ook wel. Maar ja...
Het is je pa. En eigenlijk ja, moeten de hondjes eerst. Hè. Maar ja, dat lukt nou ook niet. Die willen zelfs de tuin niet in, hè? Nee, in nagaan. Dus. Maar ja, het komt allemaal wel goed. Wat ik wel aan het doen ben, wat ook moet, is met een nieuwe vlog van mijn ene schijf weer in een map gedaan op mijn andere schijf, zodat ik er mee aan het werk kan. Dus ja, dat dus. Komt helemaal wel weer goed, denk ik zo. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon van je namiddag, want dat is het nog. En ja, jullie allemaal natuurlijk. En ook onze Mitchell niet te vergeten, met zijn moeder. Ja, ook die natuurlijk een hele fijne namiddag gewenst. En voor straks allemaal smakelijk eten, bon appétit. En een fijne avond toegewenst. Ja, en uiteraard kom ik nog weer een keertje terug. Maar dat zien we dan wel weer. Voor nu, tot later.